Leuk dat je weer kijkt naar nieuwe Games at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. En onze Tom was als een kind zo blij, want hij mocht met een nieuwe MSI notebook aan de slag. De MSI GE 75 Raider GSE. Bijna, 8SG. 8SG. Ja. Ja, dat is een degelijk beestje, maar het is een monsterbak. We hebben het over monsterbak. Je hebt hem meegekregen onder andere naar Berlijn voor je editingwerk. En we hebben hem meegenomen naar Gamescom. Ja. En on the fly gewoon high-end games spelen, dat is met dit ding wel een mogelijkheid. Sowieso, als je op zoek bent naar een nieuwe laptop, MSI heeft natuurlijk altijd een soort van stevast aanbod. Wat ze elk jaar ook weer vernieuwen. Dus daarin zitten verschillende gradaties aan hoe lijp wil je gaan in je gaming sferen. Dit zit richting het plafond. Het zit nog aan lijp. We gaan lijpen, dan ga je de prijs ook echt terugzien. Dit is echt een laptop die richtprijs echt rond de 3400 euro zit. Boeia. Ja, nog steeds niet het plafond, want MSI heeft ook de GT 80 serie en dat gaat altijd lijper. Maar dit is echt, dit zijn high-end laptops die, waar je echt hardcore op zou kunnen gamen. Als het ware een desktop, maar dan onderdeel. Ja, want jij vergeleken met je eigen desktop en dit, jouw desktop die spit gewoon het onder, die helft gewoon het onderspit. Zeker. Dat komt ook, weet je, kijk, hier zit dan in gewoon straight out of the box gewoon een lijpe i7, 32 gigram. Je krijgt een halve terabyte aan SSD en een terabyte HDD. Maar vooral, weet je, Prime Piece zit er natuurlijk in, een RTX 2080. En tegenwoordig zijn natuurlijk de laptop GPU's niet zo, ja, het is iets minder rendement dan een daadwerkelijk in de desktop. Maar we hebben het hier over zo'n beetje de beste mobiele videokaart die je kan wensen. Dus ja, dit ding spit vuur. Ja, nou dat is vet, toch? Ja, dat betekent dat je alles met ray tracing. Ja, ik heb de ray tracing dan nog niet getest. Maar ik heb een heleboel andere zware games wel lijp hierop kunnen draaien. En er zit natuurlijk een Full HD 144 Hz beeldscherm in. Dus oh je kunt. God, het is toch geen laptop meer? Je kunt bepaalde games. Ja, ik moest eraan wennen. Kijk, ik speel wel eens op grote resoluties. Ik speel weinig op hogere framerates. En het is toch wel lijp om te zien dat een laptop als deze kan bepaalde hedendaagse games, premium games, mooie games ook gewoon echt boven de 60 fps tackelen en dat is wel echt een dingetje om te zien. Ja, maar je kan dit ding ook gewoon op een groot beeldscherm aansluiten. Ja. Dan heb je gewoon een monsterbak. Ja, DisplayPort of HDMI, het maakt niet uit. Je kunt natuurlijk ook gewoon een 4K scherm erop gooien of iets met HDR. Doe zo gek als je wil. Het is echt, als je hierin wil investeren, dan heb je de vrijheid om zelf die kracht in te vullen zoals je wil. En het is meer dan genoeg, maar dat mag ook wel voor die prijs. Ja, het is ontzettend duur. Ja, er zijn ook wat treetjes lager, maar... Ja, goed, dan kan je weer niet alles wat je wil. Jij kan echt alles op full specs nu gewoon... Ja. En er zit een SteelSeries toetsenbord nog steeds in. Die samenwerking blijft nog steeds gaan, hè? Dat blijf ik, en dat is oprecht. Dat was een van de dingen waar ik nu inmiddels een beetje tegenop aan het hikken ben. Want ik vind MSI laptops, we hebben er zoveel behandeld. En ze zijn al jarenlang zijn ze zo sterk en dat herken ik ook volledig. Maar als er één ding is waarin ze eindelijk eens een keer moeten gaan vernieuwen, is het denk ik toch wel dat toetsenbord. Het is een SteelSeries toetsenbord, maar het is een rubberen dome. Weet je? Het is een ouderwets toetsenbord zoals je in elke laptop zou hebben. Maar dan met RGB-verlichting die mooi is, zou ik zeggen. Zo. Dat is het SteelSeries gedeelte. Ja, ik vind het gewoon niet zo heel fel of mooi. Er zijn tegenwoordig zoveel laptops met smalle, platte, mechanische switches. Met echte dedicated mooie ledjes. Als je een laptop hier hebt van ongeveer 3500 euro... Ik vind het een beetje een schraal toetsenbord. Het typt niet zo lekker, het game niet zo lekker. Ja, als je echt hardcore hierop wil gaan gamen, moet je ook een los toetsenbord erbij. Terwijl het tegenwoordig in de concurrentie zie je wel eens laptops, en MSI zelf heeft ze ook, met mooiere toetsen erin. Dus dat is een van de weinige dingen waarvan ik bij dit ding zoiets heb van, oké, dat is even iets waar je even overheen moet stappen voor die prijs. Maar goed, dan koop je voor 100 euro een mooi mechanisch toetsenbordje. Wat je erbij als je dat voor deze laptop kan betalen, kun je ook wel een mooi toetsenbord erbij nemen. Wat vind je van het uiterlijk? Ik ben inmiddels een klein beetje uit aan het kijken op dit uiterlijk. Ik vind het fijn dat MSI over de jaren heen iets strakker is gaan denken, dus iets minder draken, rode kleuren, gekke luchtpijpen waar je niet zoveel aan hebt en dergelijke. Deze is een heel stuk strakker. Ik zou zelf, vind ik mijn laptops echt nog sleeker, echt een beetje MacBook, maar dan voor de gamer stijl zou ik de kant op willen gaan. Ja. Dat is niet MSI's bread and butter. MSI's bread and butter zijn dit soort zwarte monsterbeesten met rode elementen. Het is draagzaam in ieder geval, je kunt het meenemen. Dat is, als je het over de form factor hebt, dit neem je overal mee naartoe en het pompt dikke specs uit, dus ik ga dan niet klagen over het feit dat rood me niet aanstaat ofzo. Welke games heb je erop gespeeld waarvan je even je hartje sneller ging kloppen, waarvan je denkt, oh what the fuck? Ik stond echt te kijken van Forza Motorsport 7. Game die goed geoptimaliseerd is, game die daadwerkelijk ook een nieuwere videokaart goed kan gebruiken. Als je Forza Motorsport 7 op de allerhoogste specs gewoon ziet en hij piekt vaak boven de 100 frames per seconde,
Dat is een dingetje. Dat is echt dat je denkt van holy shit, dit is bloedmooi en het loopt super stabiel. Het zal vast niet zo voor alle games zijn, maar er zijn een heleboel games die ik erop heb geknald dat ik denk van oh shit, dat ziet er echt heel goed uit. Gears 5 draait hij ook als een beest natuurlijk, dat is ook echt zo'n game die iets nieuwer is. Ik heb persoonlijk ook heel veel CFD's erop gespeeld omdat dat een van mijn favoriete games is. En dat is ook fijn om die game daadwerkelijk eens een keer te zien in een hoge framerate en op de allerhoogste specs. Kan je dat niet eens op jouw PC? Ik heb een 4K monitor, dus dan, als ik dan de allerhoogste specs ga, dan heb ik zoiets van ja, maar nu is het korrelig, dus dan ben ik een beetje af aan het weken. Korrelig ook echt. Ja, sorry. OHD, korrelig. Ja, op een groot 4K wielscherm is het soms een beetje korrelig. Maar nee, oprecht, ook een mooi scherm sowieso, IPS-achtig paneel is het. Als je games native hierop ziet draaien, dan is dat wel echt een ding waar denk ik heel veel gamers van denken van oeh, dat zou ik ook wel mee willen nemen naar het college of naar de Starbucks of whatever, weet je wel. Dat is nice. Gamers in de Starbucks, ja. Ja. Goed. Ja. Dankjewel dat je deze... Moet ergens mijn novel typen natuurlijk. Hè? Dankjewel dat je deze notebook voor ons wilde behandelen. Ja. Ik ga je er ook nog over schrijven? Ik zou er een stukje over kunnen schrijven. Het gaat waarschijnlijk veel over de prijs. En de specs waarschijnlijk. Ja. Meer over de harde details als je die wil weten. Nou, gaan we ook nog checken op gamers.nl. Check dat sowieso hè, voor jouw laatste gaming nieuws. Wat betreft eigenlijk alle hardcore games die wij behandelen. We behandelen alleen maar echte games. Hè? Alleen maar echte games? Echte games, ja. Leg nou met je Clash Royale ja, en precies. Je Fortnite. En dus check dat vooral elke dag op gamers.nl en elke dinsdag Gamers at Gear. Voor je laatste tech gadgets en gear. Games gerelateerd. Binnenkort de Nintendo Switch Lite. Hoe is dat? Ook een mooi scherm. Zeker. Ook overal mee naartoe nemen. Gaat zeker gebeuren ook. Ja. Star Spinball.